Een heel goede avond, dit is Ter Zake. Is er licht aan het einde van de formatietunnel? Over de nieuwe opdracht van Bart De Wever en Paul Magnet. Meer uitleg door Pieter-Jan de Smet aan het Paleis. En in de studio praat ik met Rick van Kouwaert. En minister Wouter Beke getuigt in het Vlaams parlement over het coronabeleid in de woonzorgcentra. Straks interviewt Bart Verhulst de minister en hier reageren Lorin Parijs, N-VA en Björn Joska Groen. Het is maandag 20 juli. Hartelijk welkom. Verrassend was het nieuws vanmiddag aan de vooravond van 21 juli dat koning Filip, N-VA-voorzitter Bart De Wever en PS-voorzitter Paul Magnet uitnodigden op het Koninklijk Paleis. Hij heeft hen gevraagd de formatie van een regering voor te bereiden. En Pieter-Jan de Smet, dat betekent ongetwijfeld toch een belangrijke doorbraak. Ja, want Kathleen, het was toch echt wel een opmerkelijk beeld. Bart De Wever en Paul Magnet die hier samen aan de vooravond van de Nationale Feestdag opduiken aan het Koninklijk Paleis. Ja, dat is een beeld dat we niet echt gewoon zijn. Maar er is in de afgelopen 3 weken gesproken. Die gesprekken zijn constructief verlopen. En dat maakt dat men tot die stap nu kan overgaan. En daar is de koning uiteraard niet rouwig om. Want hij hoopt dat wanneer, of binnen het paleis, hoopt men toch dat dit een weg kan zijn naar een stabiele regering voor dit land. Al is de weg natuurlijk nog heel lang voor we daar echt zijn. Waarin kunnen beide elkaar dan toch vinden? Wat hebben die gesprekken dan opgeleverd? Ja, de PS is blij dat ze niet, als dit lukt, dat ze niet naar de oppositie moeten, want die kans was er. En dat ze toch aan het beleid kunnen deelnemen. En ze hebben ook garanties gekregen op een aantal belangrijke sociale toegevingen. Bij de N-VA is er het perspectief op een belangrijke staatshervorming. Er zou ook een krachtdadig veiligheidsbeleid komen waarbij een straffeloosheid wordt aangepakt. Maar goed, echt gemakkelijk zal het toch nooit worden, want neem nu als men het over de financieringswet wil gaan hebben. Ja, dat is de wet die de geldstromen in dit land organiseert. Ja, voor Franstalig België ziet het er niet zo goed uit in de komende jaren, de budgettaire situatie. Stel dat Paul Magnet zegt van ja, ik wil extra geld. Kan Bart De Wever daarmee akkoord gaan? Herinner je dat hij ooit met vrachtwagens vol geld naar Wallonië reed om de transfers aan te klagen? Dus daar liggen toch nog heel moeilijke zaken sowieso op het bord. En wat maakt dat het altijd onzeker is wat de uitkomst van dit verhaal zal worden. Zeker, dan is er ook nog de achterban, want dit zijn toch aardsvijanden die zich tot elkaar moeten bekennen nu. Ja, zeker binnen de PS is een huis met vele kamers. Enfin, elke partij zijn wel wat kamers, maar zeker ook bij de PS zijn een aantal kamers die echt niet van de N-VA moeten weten. Dus de vraag is of Paul Magnet het gezag zal hebben om, als hij een akkoord vindt, om dat toch verkocht te krijgen aan de andere afdelingen binnen zijn partij. Hij is alleszins volop bezig al met de campagne. Hij heeft een soort filmpje opgenomen vanavond op sociale media om toe te lichten waarom hij dit doet. We gaan eens kijken naar een kort fragment. Le moment est venu de clarifier les missions des uns et des autres et de simplifier notre système institutionnel pour le rendre plus efficace. Réformer l'État, c'est aussi protéger les Wallons et les Bruxellois. Et le Parti socialiste, parce qu'il est le premier parti en Wallonie et à Bruxelles, est le seul qui puisse les défendre. Ja, Pieter-Jan en Bart De Wever, daar moesten we iets langer op wachten, maar ook hij heeft iets voorbereid, hè? Ja, want naar de achterban ligt dit natuurlijk gevoelig. Aan de vooravond van de Nationale Feestdag van België hier verschijnen samen met de PS van Paul Magnet bij de koning om te gaan zeggen dat men samen gaat proberen een regering te vormen. Vlaams Belang is ook al volop campagne aan het voeren om te zeggen van pas op, jullie hebben vroeger gezegd we gaan niet met de PS in zee en nu doen jullie het toch. Ik stel voor dat we nog even kijken naar een uitspraak waar Vlaams Belang naar verwijst, maar ook naar een reactie van Bart De Wever vandaag, waarin hij uitlegt waarom hij dit doet. En dan gaat het onder meer omwille van de coronacrisis, de welvaart waar moet aan gewerkt worden, maar ook die communautaire trofee die zo belangrijk is voor N-VA. We gaan nog eens kijken naar de N-VA vroeger en hoe ze dit vandaag toelichten. Als de bedoeling is de macht te heroveren, dan zullen wij het bolwerk Vlaanderen verdedigen.
De machtsovername door de PS moet aan alle prijzen worden vermeden. De Partij Socialist heeft de opening gemaakt om ook dat institutionele aan te pakken en de bevoegdheden te herverdelen. Er is geen enkele garantie op succes, maar ik denk dat we dat spoor moeten verkennen, dat we die verantwoordelijkheid moeten opnemen. En ik zal daarbij uw vertrouwen nooit beschamen. Oké, en tot daar het verslag van Pieter-Jan de Smet. Goedenavond, Rick van Kouwelaert. Eerst en vooral, dat moet ik u voorleggen, dan toch wellicht geen verkiezingen met wat er nu gebeurt. Het was de enige uitweg. Hè? Ja. Anders, in zijn mededeling trouwens, zegt Magnet, in de mededeling van zijn partij, zegt hij, het is dit of nieuwe verkiezingen. Dus u houdt Thuis, maar ja. Het is een goed begin. Laten we zeggen, we hadden het niet meer verwacht, we hebben het toch gekregen, namelijk dat die twee eindelijk aan tafel gaan. Ja, hoe historisch kan je dit noemen op dit moment? Want er is heel veel aan vooraf gegaan, of moeten we dit niet overdrijven? Wel, historisch, dat zal afhangen van tot wat de twee bereid zijn. Hè. Wat mij opvalt is dat in de mededeling van Magnet, hij spreekt niet over N-VA. Hij zegt alleen, ik heb een opdracht gekregen van de koning. Hij spreekt niet over Bart de Wever. Dus het ligt nog altijd gevoelig, hè, bij de achterban. Maar ik denk dat zij, en Pieter-Jan heeft er dan verwezen, zij hebben hun rekening gemaakt. Dat het belangrijkste argument, ja. Die financieringswet, ja. Die dreigt hen op droog zaad te zetten? Die hen nu al op droog zaad zet. Maar dat is geen nieuw feit, toch? Nee, maar het is natuurlijk, de coronacrisis heeft die zenuw nog meer blootgelegd. Er was al, die wet speelde nu al tegen Wallonië en Brussel, ook een beetje tegen Vlaanderen, want door de gebrekkige groei, ook door het feit dat er de belastingverlagingen zijn gebeurd op federaal niveau, dat zijn allemaal variabelen die aangepast worden, maar die hebben een weerslag op die wet. Wel, maar bij hen is de situatie natuurlijk zo dramatisch. In Brussel heeft niet eens een begroting. Momenteel in Wallonië hebben ze een begroting, maar het ziet er echt slecht uit. En dat moet opgelost worden. Men weet dat. Vandaag de dag verbaast het dat Di Rupo die wet getekend heeft in 2014. Hij is mede-architect geweest. Maar nu, ja, toen waarschijnlijk 10 jaar, dat leek ver. Maar nu staat ze letterlijk met de rug tegen de muur. In 2024 is dat compensatiemechanisme dat erin zat, is weg. Heeft niks te maken met transfers. Transfers is daar nog naast. Alleen dat compensatiemechanisme dat begint dan tegen 10% per jaar af te kalven. En in 35 is dat weg. En dat, nu al zitten ze in het probleem en dan komen ze echt in de hele grote problemen. Oké, maar de vraag is wel, is er veel manoeuvreerruimte, budgetair en politiek? Daar is natuurlijk een andere zaak. We zitten momenteel met 52 miljard begrotingstekort. Dat is echt nooit fenomenaal. Gezien. Dat is echt nooit gezien. Wat is hier de bewegingsruimte? Ik denk dat men op langere termijn gaat moeten handelen. Men gaat dit niet in een maand tijd of tegen september oplossen. Daar moet ernstig op gewerkt worden, want die financieringswet, ik denk dat er in België een tiental mensen zijn die dat echt ten gronde beheersen. Maar dan moet er ook gezien worden. Er zijn onoverzichtelijkheden geweest nu met de crisis, coronacrisis in de gezondheidszorg. Hè. Ook in Wallonië en in Brussel. Zijn er heel zware verliezen geleden. Dus dat moet nu allemaal uitgeklaard worden. En die financieringswet is natuurlijk een geweldige F-bom voor Bart de Wever. Om te zeggen, kijk, we gaan nu eens klaar en duidelijk de bevoegdheden afbakenen. En daar heeft de PS eigenlijk wel oren naar. Want de PS, en dat, ik zeg niks nieuws, dat is eigenlijk een regionalistische partij. Oké, dus en het is zo acuut geworden ook met de coronacrisis, waar uiteraard ze allebei naar verwijzen. Als we kijken naar dat begrip ruime meerderheid, waar de koning het over heeft, wat is er mogelijk en wat klopt er van het verhaal dat een aantal dagen op sociale media de ronde deed dat MR misschien er wel eens niet meer bij zou kunnen zijn? Wel, het is heel duidelijk dat Emmer, zeker de voorzitter, zich niet echt sympathiek heeft gemaakt de jongste tijd. Hè. De manier waarop hij bijvoorbeeld gisteravond nog een boodschap rondstuurde naar alle journalisten. Ik heb die gekregen, dus ik vermoed dat al mijn collega's die ook gekregen hebben. Waarin hij het laat uitschijnen alsof de twee nu voortaan aan hen, de drie koningen zogezegd, moeten verslag komen uitbrengen. Ja, dat is constitutionele nonsens. En men ziet, de koning was blijkbaar goed op de hoogte van de evolutie. Want de snelheid waarmee hij geschakeld heeft om de twee meteen uit te sturen, hij zegt niet als informateur of als formateur, hij geeft ze gewoon een opdracht. Want er is natuurlijk nog een regering, het parlement is niet ontbonden. De regering heeft het vertrouwen tot in september. Ja. Dus
Hij is eigenlijk goed voorbereid geweest, blijkbaar, op dit manoeuvre. Mm-hmm. Oké, okay, dus het wordt afwachten de komende weken. Wordt het toch wel spannend in deze zomer, waar zich opnieuw coronaperikelen doen voelen. We gaan het zo meteen hebben over Vlaams parlement, de getuigenis van Wouter Beke daar vandaag. Hoe moet je dat omschrijven? Wouter Beke heeft het daar uitgezweet? Hij heeft het daar uitgezweet en ik denk dat ook binnen die Vlaamse regering heeft men duidelijk gedacht, de coalitiepartners, dit is niet het moment om de boot te doen schommelen. We zitten nu federaal ook, want dat is ook voor Vlaanderen heel belangrijk wat er federaal gebeurt. Dus laten we hier proberen de vrede te bewaren. En het is natuurlijk zo dat in dit geval, in de corona, heeft men op alle niveaus geflaterd. Mm-hmm. Dus daar kon meneer Beke zich natuurlijk van bedienen, van het feit dat ook anderen grote blunders hebben gemaakt en dat de toestand, want daar legt hij nogal de nadruk op, in Wallonië en in Brussel eigenlijk nog erger was in de woonzorgcentra. Op zekere ogenblik even in Brussel en in Wallonië zouden ze het leger moeten inzetten om de oudjes te verzorgen. Dus hij speelt het daar een beetje op en ik denk dat hij daarmee kan wegkomen. De vraag is natuurlijk, dat is altijd na zo'n incident, gaat hij zijn geloofwaardigheid kunnen herstellen? Mm-hmm. Oké. Okay. Dat is ook iets dat zal blijken de komende maanden. We gaan het er zo meteen ook over hebben. Dank je wel, Rick van Kouwelaert. Graag gedaan. De waarheid over de impact in de woonzorgcentra is dat niemand dit op deze manier had zien aankomen. We waren voorbereid op een virus, maar niet op dit virus. Het was inderdaad de rode draad in het betoog van Vlaams minister Wouter Beke vanmiddag in het Vlaams parlement. Een uiteenzetting waarin hij de harde kritiek op zijn coronabeleid probeerde te pareren. En wie dit ook allemaal heeft gevolgd is Bart Verhulst. Goedenavond, Bart. Wat voor indruk heeft Wouter Beke in het parlement gemaakt? Ja, dat heet dan spitsroeter lopen. Kathleen, vooral de oppositie, gaf hem de volle laag met fijnzinnige zinnetjes als Wouter Beke komt overal een beke te laat. De meerderheid is achter hem blijven staan, maar stuurde ook wel waarschuwingen de wereld in. Namelijk, er moeten nu wel lessen getrokken worden. Wouter Beke staat hier bij mij, de Vlaamse minister van Welzijn. Meneer Beke, u hebt een paar keer sorry gezegd, verontschuldigingen aangeboden. Had u het gevoel, ik moet even door het stof om mijn vel te redden? We hebben een nooit geziene crisis, een nooit geziene gezondheidscrisis. Dan moet je ook nooit geziene maatregelen nemen, waarvan dat je met 20% van de informatie 100% van de beslissingen moet nemen. En waarbij dat je achteraf wel zegt, ja, hier zijn misschien wel zaken die we sneller hadden moeten doen of anders hadden moeten doen. Maar waar je op dat ogenblik de beslissingen neemt die je neemt. En een moment zoals deze om naar het parlement te komen is ook een moment om alles eens op een rijtje te zetten. Is een balans te maken over wat gebeurd is, ook met het oog op wat komen gaat. Ja, en dan ben ik niet te beroerd om te zeggen, ja, hier of daar hadden we het inderdaad wel misschien een beetje anders moeten aanpakken. Hebt u niet vooral excuses gezocht? Het lag aan het federale niveau dat te laat reageerde. Het lag aan het virus zelf. Op een ander in Brussel en Wallonië was het erger. We hebben in eerste instantie onze eigen beslissingen genomen. Het in lockdown gaan van de woonzorgcentra is de eerste beslissing die bij het uitbreken van deze crisis genomen is. En die hebben we zelf genomen. Die hebben we niet met federaal of niet met anderen genomen, die hebben we zelf genomen. En dat was een bijzonder ingrijpende beslissing. En ik hoop dat we die in de komende periode niet meer moeten nemen. Dat hoop ik echt van ganser harte. Want de impact daarvan op het welzijn van de mensen, die is wel bijzonder groot. Is de enige reden waarom u nog minister bent niet het feit dat Jan Jambon zijn ploeg ongeschadigd wil houden? Want uw ontslag zou ook op hem afstralen natuurlijk. Ik denk dat dat er eigenlijk niet veel mee te maken heeft. Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat we in een nooit geziene situatie zijn, in een nooit geziene crisis, waar dat we heel collegiaal in de schoot van de Vlaamse regering ook bijna elke vrijdag over gesproken hebben. Hoe pakken we dat aan? Wat zijn de afwegingen? Waarbij dat ook de minister-president met zijn collega's, minister-presidenten, met de premier, zoals ik met mijn collega's, voortdurend heb zitten kijken hoe kunnen we op de juiste manier ook de juiste beslissingen nemen. Nochtans hebt u ook wel waarschuwingen gekregen van de meerderheid, namelijk de tijd van excuses is nu wel voorbij.
We moeten vooral vooruitkijken en dat geldt op vele vlakken en richting de woonzorgcentra. En daar heb ik vandaag ook een heel plan voor aan naar voren gebracht. Hè. We moeten investeren in de mensen, in zorgpersoneel. We moeten investeren in capaciteit. We moeten zorgen dat ze beschermd zijn. We zijn nu bezig met het aanleggen van een eigen Vlaamse stok van beschermingsmateriaal. We bevoorraden bijvoorbeeld ook nog verder de woonzorgcentra naar de toekomst toe. En dan zegt u over die tweede golf. Ik geloof, ik hoop dat we er klaar voor zijn. Mag ik dat weinig vertrouwenswekkend noemen? Er zijn verschillende elementen aan. Hè. Dat is de contactopsporing. Die moet op sporen, verder op sporen gezet worden. Maar het hangt in eerste instantie wel van ons af. Hè. Dit is een virus dat direct afrekent met de manier waarop dat wij ons als mensen, als individuen, gedragen. Als we afstand houden, dan zal dat lukken. Als we geen afstand houden, is dat iets anders. Als we mondmaskers dragen, als we onze handen wassen, noem maar op. Als we onze bubbels respecteren, als we voldoende registreren en als we gecontacteerd worden, ook de namen doorgeven die we moeten doorgeven. Ja, dan zal dat lukken. In het andere geval, dan moeten we zorgen dat de back-office goed klaar zit. Maar het hangt in de eerste plaats toch ook af van ons allemaal samen. Ja. In hoeverre zal dit aan u blijven kleven? Is uw geloofwaardigheid geschaad? Ik moet zeggen dat ik met de voorbije weken en maanden eigenlijk niet veel van commentaren heb aangetrokken, maar wel van de problemen en het zoeken naar oplossingen. Dit is een nooit geziene crisis, in nooit geziene omstandigheden. In een land waar het niet altijd eenvoudig is met de bevoegdheidsverdelingen, maar waar er ondanks alles toch wel belangrijke beslissingen zijn genomen op deelstatelijk niveau, maar ook op dat federale niveau. En dus zo sta ik in het leven en ook in de politiek. Tot slot, de manier waarop u minister geworden bent vorig jaar, dat had nogal wat voeten in de aarde. Op een zeer woelige interne vergadering. Er werd zelfs gesproken over zelfbediening. Nog altijd blij dat u er toen voor gegaan bent om die ministerpost voor u zelf binnen te halen? We hebben daar toen over gesproken. Dat was geen kwestie van ministerpost binnenhalen, want ik was minister van Economie. Federaal wel, hè? Wel, federaal inderdaad. Maar we hebben toen binnen de partij een aantal afwegingen gemaakt. En je moet nooit achteruit kijken, maar je moet vooruit kijken. En dat betekent elke dag opnieuw je best doen. Maar u zit daar nu wel in die Vlaamse regering, midden in die crisis. Ja, die crisis die had niemand voorspeld en niemand verwacht. Maar het heeft weinig betekenis om daar allerlei bedenkingen bij te maken. Je moet dat op de zo goed mogelijke manier doen. En dat probeer ik nu al 4 maanden. En dat zal ik ook in de komende maanden verder blijven doen. Geen ontslag? Wel, dat is niet aan de orde. Maar u hebt er wel over gedacht? Maar ik heb dat al eens bekend. Op het ogenblik dat de bezoekregeling door de Veiligheidsraad is aangekondigd en dat je dan ziet en getuigenissen krijgt van mensen die een bepaald verwachtingspatroon krijgen en dat je dan moet zeggen, nee, dat gaan we nu nog niet doen. We gaan wachten. We gaan eerst moeten zien dat de situatie voldoende onder controle is. En als mensen daar dan een heel persoonlijke conclusie dreigen aan te koppelen, ja, dan denk je daar wel over na, ja. Dank u wel, minister Beke. Nog even zeggen, Kathleen, dat de minister daarnet zijn uiteenzetting afsloot met een citaat van Roosevelt. De weg is moeilijk en blijft moeilijk, maar we zullen terugvechten. Hij had natuurlijk ook een ander citaat kunnen kiezen van Jean-Luc Dehaene, namelijk de tocht is moeilijk, de gids ervaren. Maar dat was nu net het hele punt van de kritiek van vanmiddag. Oké, dank u wel, Bart Verhulst. En hier aan tafel oppositie versus meerderheid in het Vlaams parlement. Björn Joska van Groen, u bent ook voorzitter van de coronacommissie en Lorin Parijs, N-VA. Meneer Joska, hebt u antwoorden gehoord op de vragen vanmiddag of daarnet in het interview? Wel, ik moet zeggen, voor mij is het helder. De antwoorden die ik heb gekregen bevestigen wat we al een tijd zien, ook op basis van de feiten, dat is dat minister Beke veel te laat, veel te weinig en vooral heel ambtelijk reageert in een crisissituatie. Hij is niet de kapitein geweest die in mijn ogen, als het schip in de storm terechtgekomen is, die het schip op een goede manier genavigeerd heeft. Dat heb ik vooral onthouden uit zijn antwoorden. Ja, meneer Parijs? Ik heb minister Beke horen zeggen dat hij toegeeft dat hij fouten heeft gemaakt. En dat vind ik heel belangrijk. Hè. Bijvoorbeeld het feit dat de taskforce te laat is begonnen met die toestand in de woonzorgcentra te monitoren en daar beslissingen in te nemen. Ja, als je wordt geconfronteerd met een crisis zoals corona, eentje die we nog nooit hebben gezien, dan worden er fouten gemaakt. Wat ik belangrijk vind, is dat je die dan erkent
En dat je daar heel snel uit leert en dat je die niet nog eens maakt. En dat is wel wat ik minister Beke deze middag heb horen vertellen. Ja. Mm-hmm. Nu, als we kijken, vandaag was er ook het nieuws over die federale nota. Dat verslag dat was uitgelekt waarover u ook antwoorden wou. Hè, waaruit duidelijk blijkt dat het federale niveau hulp heeft geboden of willen bieden aan het Vlaamse niveau wat betreft ondersteuning, ziekenhuizen enzovoort. Daarvan zei Wouter Beke, ja, dat was op dat moment totaal niet nodig, want ik was zelf bijvoorbeeld in april met die taskforce daar. Ja, dus ik heb die nota opgevraagd, omdat ik die zag vermeld staan in een aantal verslagen van werkgroepen. Ik heb dan een openbaarheid van bestuurvraag gericht aan de FOD Volksgezondheid en ik heb die nota gekregen. Die is zeven pagina's en die dateert van 27 maart. En de taskforce is op 8 april begonnen. Mm-hmm. En mijn vraag was dus inderdaad, wat is er in die tussenperiode gebeurd? Nu, minister Beken heeft daar een zeer omstandig relaas gegeven over wat er in die 10 dagen is gebeurd. Hè. En de commissievoorzitter die heeft gevraagd om de mails en de feiten die hij heeft aangehaald in die tussenperiode ook effectief te krijgen. En dan kan iedereen kijken of inderdaad klopt dat er inderdaad actie is genomen in die tussenperiode. Dus met andere woorden, nog veel eigenlijk niet opgehelderd op dit moment. Dat is hetgeen wat ik daarnet ook zei. Voor mij zijn er eigenlijk vooral vragen bijgekomen. Het gaat niet enkel over die federale nota, die ik zeer vreemd vind, omdat minister Beke zelf aangeeft van er was eigenlijk steun vanuit die ziekenhuizen nodig. Wel, dat zat nu net in die nota federaal. Die hand wordt weggekletst. En dan, wat voor mij ook heel bizar is, op het moment dat men op federaal niveau met crisisbeheer begint in die zogenaamde Risk Management Groep, de RMG, 6 februari, dan zie je daar de kabinetten van de andere gewesten aan tafel komen. Minister Beke komt maar pas op 9 maart aan tafel zitten. Daar is een hele maand verloren gegaan, waarbij men met alle entiteiten samen kijkt van goed, hoe groeit die crisis? We volgen die van dichtbij op. Daar is al sprake van woonzorgcentra, daar is al sprake van zuurstoftekort. Daar zegt men op 6 februari al, de strategische stok mondmaskers, die is er niet meer. Mm-hmm. En ik moet eerlijk vaststellen, ik vind dat zeer vreemd dat de minister met een kabinet gedurende een maand niet thuisgeeft. Dus voor mij zijn het eigenlijk op dat moment, vandaag, zeer veel vragen die niet opgehelderd zijn, waar nog een antwoord op moet komen. En dus ja, wij hebben die documenten opgevraagd. Maar goed, we zien op dit moment een erg opgeluchte minister die ervan uitgaat, ja, deze rit ligt eigenlijk achter ons. Wel, daar zou ik absoluut niet van uitgaan. Hè. Meneer Joska heeft daar juist iets heel belangrijks gezegd. Hè. Er waren geen mondmaskers, hè. Dus federaal de nood voorraad was vernietigd. Hè. Dat is een heel slechte uitgangspositie om aan zo'n crisis te beginnen. Dat u weet wat minister Beke heeft geantwoord hè, op het aanbod voor die extra mondmaskers. Dat weet ik heel goed. Dan was het 23 maart en onze bestelde mondmaskers die waren aan het landen en werden verdeeld. Tot in mei heeft de sector staan roepen in de media dat er geen waren. Maar dat klopt, hè. En Vlaanderen trekt hier ook een les uit. Minister Beken heeft heel duidelijk gezegd, we gaan een strategische voorraad aanleggen, zodanig dat elk woonzorgcentrum 2 maanden lang persoonlijk beschermingsmateriaal heeft. Want dat was natuurlijk probleem nummer 1. Probleem nummer 2, dat er te weinig testmateriaal was om ervoor te zorgen dat je de bewoners in een woonzorgcentrum die besmet waren, dat je die kon afzonderen van de bewoners die dat niet waren. En dat je natuurlijk ook personeel kon toewijzen aan een of aan de andere groep. Dat zijn uitgangsposities waarmee dat die crisis is aangevat, die heel moeilijk zijn. Maar uiteraard moeten we er nu voor zorgen dat er genoeg persoonlijk beschermingsmateriaal is voor iedereen die in een woonzorgcentrum werkt, dat er genoeg testmateriaal is en uiteraard dat de contactopsporing op punt staat. En het is pas als die 3 elementen in orde zijn, dat ik met een gerust hart zal kunnen zeggen van kijk, wij kunnen ook effectief een tweede golf aan. Maar die 3 elementen zijn niet in orde. Nee, daar moet nog aan gewerkt worden, dat klopt. We klaar voor een tweede golf op Vlaams niveau? Ik heb daar geen overtuigende antwoorden op gekregen. Want je hebt langs de ene kant het verhaal van de minister die vandaag komt zeggen we zijn klaar voor een tweede golf. Maar we hebben de afgelopen weken in de coronacommissie specialisten gehad, maar ook mensen van op het terrein vanuit de woonzorgcentra die ons zelf aangaven we zijn niet klaar voor een tweede golf. Personeel is moe. Op dit moment heeft de minister ook geen volledig zicht op het persoonlijk beschermingsmateriaal dat woonzorgcentra aan het stockeren zijn.
Iedereen is terug op zichzelf bezig. Woonzorgcentra hebben de afgelopen weken van allerhande persoonlijk beschermingsmateriaal zelf aangekocht. En ik moet eerlijk zeggen, het verwondert mij dat de minister vandaag zegt we hebben op dit moment ongeveer zicht op 600 woonzorgcentra. Dit is één van de lessen die ik trek uit de eerste golf. We hadden vandaag perfect moeten weten wat er in die woonzorgcentra aan stok zit. Sommigen leggen een stok aan voor een maand, anderen voor 3 maanden. Dat wordt opnieuw niet centraal beheerd. En dat is al het probleem van bij het begin. Ja, dus er komt een noodvoorraad Vlaams die ervoor zorgt dat er een hele tijd kan overbrugd worden. En vandaag is het zo dat de bevraging aan de woonzorgcentra, wat hebben jullie nog liggen van persoonlijk beschermingsmateriaal, dat die effectief loopt en dat er dan 600 van de 800 al een duidelijk beeld daarop hebben gegeven. Dat er dingen sneller kunnen, daar ben ik het absoluut mee eens. We gaan zo meteen verder babbelen, maar ik wil verder op dat belangrijke punt dat niet uit de pers is weg te slaan op dit moment, want we hebben het nog niet expliciet over de contactopsporing gehad. Aangekondigd als de onontbeerlijke schakel in het geheel, eenmaal de coronamaatregelen versoepeld werden, maar het systeem draaide in de soep en raakt ook nu maar niet op dreef, tot wanhoop van experten, artsen, burgemeesters en gouverneurs. Nochtans trekken de experten al sinds mei aan de alarmbel. Zo blijkt uit verslagen van de Vlaamse stuurgroep Contactonderzoek. Bram van de Putten. Er zijn tracers, er waren tracers. We hebben in het begin van de coronacrisis ook tracing moeten doen. En toen waren er Vlaamse ambtenaren tientallen om die tracing te doen. Dus ik zeg u nu, vanuit deze positie, op 11 mei zullen wij de tracingcapaciteit hebben die nodig is. Eind april. De Vlaamse regering heeft er alle vertrouwen in. Er zijn voldoende mensen om te beginnen met het contactonderzoek. Hebt u verder nog vragen? Het is een cruciaal element in de afbouw van de lockdown, zonder het coronavirus opnieuw vrij spel te geven. De Vlaamse overheid kiest voor een samenwerking met de mutualiteiten en enkele callcenters. Goed voor zo'n 1200 medewerkers. Maar amper één dag na de lancering duiken er al problemen op. De telefoongesprekken met besmette patiënten zijn veel te kort. Dat blijkt uit de verslagen van de Vlaamse stuurgroep Contactonderzoek. De gesprekken kunnen niet gevoerd worden in 15 minuten. Zelfs als mensen vooraf een lijst meekrijgen, blijft dit niet zo makkelijk. Je moet tot 6 dagen terug nadenken. In lockdown is dit niet zo moeilijk, maar dit zal complexer worden. 3 dagen later trekken de experts een eerste keer aan de alarmbel. De stuurgroep is bezorgd. Op 18 mei herhalen de experts hun noodkreet. Het gemiddelde van 0,76 contacten is onmogelijk. Alle leden van de stuurgroep maken zich hierover grote zorgen. Er dient dringend te worden ingegrepen op de kwaliteit van het contactonderzoek. Maar het probleem blijft. Veel medewerkers hebben amper werk en dat geven de contactonderzoekers ook toe. Mensen zitten daar, die moeten zich wat bezighouden. Dus er wordt gretig kranten gelezen, tijdschriften gelezen, filmpje bekijken. En we mochten zelfs een keer buiten op de parking gaan fitnessoefeningen doen om ons bezig te houden. Om die verhalen te vermijden, wordt het aantal medewerkers fors teruggeschroefd. Van 1200 naar 150. Daarvoor bel ik u natuurlijk ook om de verspreiding van het virus te vermijden. Maar ook vandaag, 2 maanden later, schommelt de gemiddelde duurtijd van een telefoongesprek nog altijd maar tussen de 15 en de 20 minuten. En er duiken nog problemen op. Als patiënt zelf bellen naar het callcenter na een gemiste oproep is onmogelijk. Terugbellen is nog niet in orde. Gisteren 500 pogingen. Het IT-systeem daaraan aanpassen vraagt meer dan 2 maanden tijd. Deze week moet terugbellen wel mogelijk zijn. De verschillende problemen doen de experts nadenken over een nieuwe aanpak. Professor Eerste Lijnzorg Jan de Mazeneer pleit voor een decentrale oplossing en wil die uittesten in een 5-tal regio's. Maar bij minister Beke is er weinig animo. Het kabinet Beke is niet tegen nieuwe initiatieven, maar vraagt zich af of dit het juiste moment is om het systeem van het contactonderzoek te veranderen, net nu het systeem van contact tracing stabieler wordt. Nochtans zijn andere experts wel enthousiast. Epidemioloog Pierre Van Damme wil het idee uitproberen en ondertussen het callcenter verder optimaliseren. Maar het kabinet van minister Beke is niet overtuigd. We zijn ook bezig met mobiele teams. We zitten in de staart van de epidemie. Gaan we hier nog extra in investeren? We moeten dit rustig bekijken.
Ja, meneer Parijs, als we dit zien, er zijn eigenlijk geen woorden voor dat gesukkel met de contactopsporing, toch? Ik maak me daar ook zorgen over. En als ik daar juist zei, ik zal pas met een gerust hart kunnen zeggen dat we klaar zijn voor een tweede golf, is als dit in orde is. En we hebben deze morgen de getuigenis gehad van mevrouw Moijkes, die de interfederale taskforce daar rond voorzit. En die zegt alles komt wel in orde, dat moet zij ook al een hele tijd zeggen. Wel, zij heeft ons nu beloofd dat er een dynamische databank komt en die moet door federaal worden gebouwd. En dat is eigenlijk de basis van alles. Die zou eind augustus klaar zijn. Dat is natuurlijk niet goed genoeg. Dus voordien wordt er nu in plaats van één keer per dag data doorgegeven, 3 keer per dag. Mm. Er komt ook een RISIF-communicatie die zegt dat labo's enkel worden terugbetaald als ze stalen binnen het uur na staalnamen ook effectief doorsturen. En vroeger kon dat op 2 dagen meer wachten. Meer moeten bellen en veel langer. Absoluut. Maar ook, en ik stel mij ook dat vragen, werkt op dit moment nog maar niet. Maar ik stel me ook vragen bij het feit dat je als Vlaamse overheid bereid bent om 100 miljoen euro te investeren in een consortium dat door de ziekenfondsen wordt geleid, omwille van het feit dat zij zo dicht bij de Vlaming staan, zo hebben ze het verkocht, en dat we dan dit als resultaat zien. Voor alle duidelijkheid, de reportage begon met uw minister-president die harde beloften zit te maken. Eind april, vanaf 30 mei zal alles werken. En op 11 mei straalt af op de hele meerderheid. En op 11 mei was het callcenter ook operationeel. Alleen zien we dat er nu problemen zijn met de uitvoering ervan. En ik maak me daar evenzeer zorgen over, denk ik, als iedereen die dat dit filmpje ziet. En wij vragen aan de minister dat hij daar heel snel in optreedt en heel snel verandering voor ziet. Mm-hmm. We hebben deze morgen wel een getuigenis gehad van degene die daarvoor verantwoordelijk is. Die zegt van kijk, die 3-4 stappen die worden genomen. En we vinden het, als ik dat nog mag zeggen, ter afronding ook belangrijk dat je die lokale component gaat combineren. Dus vandaag in Antwerpen is er een project waar dat er dokters al informatie verzamelen en waar dat mensen die medisch geschoold zijn op stap gaan om extra informatie bij broeiharden te verzamelen. Je moet die twee dingen samenschuiven. Lokale niveau, wat eigenlijk vanuit de expertengroep, zagen we ook in het verslag, werd aangeraden aan de bevoegde minister, maar die op dat moment verklaart dat is helemaal niet nodig, we hebben alles onder controle. We zijn nu net goed bezig. Ik vind het hallucinant, heel dat dossier van die contactopsporing en hetgeen wat we gezien hebben. Dus ik moet eerlijk zeggen, dat is het essentiële element om een tweede golf, en daar zitten we nu toch in het begin van die tweede golf, om die te kunnen indijken. En dat contactopsporingsonderzoek levert meteen eigenlijk onze analyse van het parcours van Wouter Beke. Te laat, te weinig en te ambtelijk. Als al uw specialisten zeggen van dit systeem werkt niet, dan ga je het over een andere boeg gooien. En hij wacht tot als het eigenlijk in de media een relletje wordt. Dan gaat hij pas ageren. De provincie Antwerpen zet een alternatief systeem op. Dat is, bij wijze van spreken, een motie van wantrouwen aan het systeem in Vlaanderen. En ik moet eerlijk zeggen, meneer Parijs, we hebben die garanties gekregen in het parlement. Dat is ons beloofd. Dat ging in orde komen. Als dit mislukt, die contactopsporingsonderzoek, dan kan die Vlaamse regering in mijn ogen geen vaandelvlucht meer plegen en ook niet meer eventueel uit ramen kruipen om terechte vragen te vermijden. Dit is een hallucinant dossier wat eigenlijk aantoont dat deze minister te lang wacht, niet luistert naar experten, net zoals bij de woonzorgcentra, en pas op het terrein komt of ageert als het eigenlijk al te laat is. Ik ben het eens dat hier dringend verandering in moet komen. Maar wat meneer Joska zegt, klopt niet helemaal. Namelijk, hij zegt van in Antwerpen gaan ze nu op hun eigen een systeem ontwikkelen en als een soort motie van wantrouwen. Nee, elk lokaal systeem wordt wel degelijk gecoördineerd. Het is met, wel de gouverneur Cathy Berks die met het centrale gezegd, gedeelte. Ik begin er zelf aan, want het werkt op vraag, totaal niet. Op vraag onder andere van burgemeester De Wever in Antwerpen heeft de gouverneur er geen gras over laten groeien en is daarmee begonnen. Maar het is niet in het wilde weg. Het wordt wel degelijk gecoördineerd met het bestaande contactopsporingsonderzoek. En maar goed ook, als je er zoveel centen aan wilt geven, dan moet het ook werken. En dat is gewoon een terechte vraag. Men heeft het afgedwongen. Men heeft het echt afgedwongen ten opzichte van een minister die niet wou luisteren. Als ik zie dat burgemeesters vandaag zeggen het enige wat we doorkrijgen is het aantal besmettingen, wij kunnen geen beleid voeren, want we kunnen niet eigenlijk zien waar de broeihard zit, dan is dit, u mag dan nog veel draaien en keren, dan is dit een hallucinant verhaal. En het wordt door het terrein, op het terrein, door beleidsmakers afgedwongen ten opzichte van een minister die absoluut niet enthousiast was. En meneer Parijs, dit is echt essentieel om een tweede golf in te dijken. Maar dat is net wat ik daarnet ook al gezegd heb. En hier wordt niet gedraaid en gekeerd. Dit moet beter, dit is niet goed genoeg. En ik denk dat wij daar als kritische parlementsleden net hetzelfde zeggen. Wat staat
de Vlaming te wachten de komende weken? Want als alles nu erg vlotjes zou verlopen, kunnen we zeggen, we hebben die tijd nog tot september. Maar met de hele opstoot die er nu gebeurt, is dit effectief toch iets erg zorgwekkends. Het was net de voorwaarde om de hele lockdown te kunnen afbouwen. Het is daarom dat er een aantal maatregelen op hele korte termijn worden genomen. En wij zijn daar even kritisch tegenover als de rest van de wereld, want we willen dat dit werkt. En u heeft gelijk, mevrouw Kools, als u zegt van kijk, dit is een randvoorwaarde om te kunnen zeggen we gaan die tweede golf ook effectief aankunnen. En dus onze vraag aan de minister is juist dezelfde als de rest van de parlementsleden. Zorg dat dit werkt en zorg dat het snel werkt. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat een kijker ook zegt, die heel dit debat en de analyse vooraf heeft gevolgd, ja, uiteindelijk was er geen enkel gevaar voor minister Beke, want alles hangt met alles samen, zeker in de huidige omstandigheden, nu met de formatie, zoals Rick van Kouwelaert zei, ook heel belangrijk, verbonden met het Vlaamse niveau. Wel, als ik goed ben ingelicht, dan is er maar één partij die het ontslag van minister Beke vraagt, en dat is de PvdA. Al de rest van de leden van de commissie die beleid evalueren en lessen trekken voor de toekomst, die stellen kritische vragen, maar die vragen ook niet aan Wouter Beke om af te treden. Voor mij gaat het ook niet over het persoonlijk lot van de minister in deze. Voor mij gaat het welke oplossingen moeten wij korte termijn kunnen bieden om te zorgen dat we een tweede golf vermijden of indijken wanneer dat die onvermijdelijk zou zijn. Dat is de essentie van wat er zich hier afspeelt. Mm-hmm. Het politieke spel over moet er een kop rollen, ja dan nee. Eerlijk gezegd, het gaat over een minister die zijn hoofd koel moet houden en die vooral snel moet ageren en die als een kapitein op de brug van zijn schip moet gaan staan en ervoor zorgen dat hij in een veilige haven terechtkomt. Ik eindig nog kort bij u, meneer Joska. Hebt u begrip voor wat meneer Van Kouwelaert hier zei van ja, dat virus, dat is iets wat iedereen eigenlijk voor voldongen feiten heeft gezet? Daar ben ik het mee eens. Minister Beke. Daar ben ik het mee eens. Maar een goede crisismanager die reageert op het moment dat hij ziet dat hij moet reageren en dat er moet gehandeld worden. En dat heeft minister Beke ook in de afgelopen maanden en nu ook in het contactonderzoek veel te weinig gedaan. Dus ik hoop echt dat dat systeem op orde komt op zeer korte termijn. Want ik denk anders dat ramen niet meer voldoende gaan zijn om de verantwoordelijkheid te ontvluchten. Oké, we moeten echt afronden, maar we gaan het hier denk ik zeker nog over hebben. Heren, dank u wel voor dit gesprek. En daarmee hebt u heel ter zake gehad. Maar ik kan u de docu-reeks van deze week sterk aanbevelen. Corps Diplomatiek van onze collega Bart Aerts. Met zometeen een blik achter de schermen van de VN in New York. Een heel mooie avond.